Wie aan scouting denkt, denkt waarschijnlijk direct aan kinderen en jongeren in de natuur. Niet zo gek dat afgelopen zaterdag bij het scoutingsgebouw Het Peppelshuis in Bijenhotel werd geplaatst. In samenwerking met de Plattelandscorporatie en IKL. En het project houdt in om op zoveel mogelijk plekken in Limburg, samen met groepen mensen, jeugd, scoutings, dorpsraden, agrariërs, wat het ook mag zijn, om plekken te benoemen die eigenlijk een hotspot zijn voor bijenoases, voor solitaire bijen. En de bedoeling is juist dat de mensen dat zien en dat juist ook over gaan nemen om thuis in zijn eigen omgeving ook heel veel te gaan doen met bloemen, wilde bloemen, bloemrijke bermen. Ook de gemeenteambtenaar dat die weet van ja, bloemrijke bermen zijn belangrijk, dus hoeven ook niet alles kaal te maaien in het kader van het nettesyndroom. Om juist iedereen te laten zien, ervaren dat biodiversiteit in de breedste zin van het woord enorm belangrijk is. Ook in Bijenhotel heeft onderhoud nodig. Ja, er is één groep van de scouten die het nu op zich genomen heeft. Dat zijn de panda's. En dat zijn grotere scouts met een beperking. En na hun zal wellicht een andere groep het gaan draaien. Maar er is zeker draagvlak en iedereen staat te popelen om hierbij betrokken te worden. Dus leuk. Nu de mensen thuis nog. De reden dat het hier staat is dat het hier een enthousiaste groep is die het ook voor ons al meteen met zo'n bordje ambassadeurs zijn. Die het ook juist uitdragen dat het niet ergens komt te staan in the middle of nowhere waar niemand het ziet. Maar dat dit juist een kers op de taart is die het dan ook uitdraagt naar heel veel andere mensen. Wat Evelien ook al vertelt, we kunnen het gaan vertellen bij de KBO-vereniging. Maar als je het aan de jeugd vertelt die nog 80 jaar daaraan moet werken, werkt het veel beter. De bedoeling is dat het niet alleen bij een bijenhotel blijft. Verder in de loop van het jaar en volgend jaar zal er hier een bijenoase ontstaan. En ik hoop dat Venray inspireert om zelf ook een oase te worden voor bijen en insecten. Oké.